daar de sport aan. Bedankt, Filip. Broeken heeft daar de 16e etappe gewonnen. Van den Broeke versloeg Jon Odriozola, een Spanjaard, in de spurt. Het peloton had het tweetal en 12 andere vluchters, onder wie wereldkampioen Kamenzind, hun gang laten gaan. De Duitser Jan Ulrich blijft leider. Het parcours vandaag is een kopie van een koers in de Ardennen, op en neer ideaal voor een lange ontsnapping. En dat denken ook 14 vluchters met onder meer wereldkampioen Kamenzind, maar ook en vooral Frank van den Broeke. Op meer dan 60 kilometer op een col van tweede categorie voelt van den Broeke zijn moment. Hij versnelt en krijgt Jon Odriozola mee, een renner van Banesto. Op de top van de laatste klim van de dag heeft het duo 4 minuten voorsprong op de eerste achtervolgers. Het peloton komt daar voorbij op 14 minuten. In de laatste kilometer pleegt Odriozola sportief zelfmoord. Hij probeert van den Broeke te verrassen, maar verspeelt alleen zijn laatste reserves. 300 meter voor de aankomst versnelt van den Broeke simpel en hij wint in Teruel zijn 7e koers van het seizoen. Bijna 5 minuten later wint Capello de spurt voor de 3e plaats voor Zinchenko en Kamenzind. Het peloton eindigt op bijna 13 minuten. Ik kom hier in de Vuelta, like in de Tour, 3 jaar geleden. De 3e week is mijn best, denk ik. Maar de recuperatie is ook altijd een grote punt voor mij geweest. Moet je in de toekomende of de toekomstige ronden voor ritwinst gaan of voor eindwinst? Ik heb gezien welke progressie dat ik heb gemaakt in de calls. Als ik eigenlijk wel de koers doe, ik weet wat ik moet doen voor bij 2 jaar een keer mee te spelen voor het podium op een grote ronde.